Dit is Flevoland van zondag 25 februari. Een woning aan de Hollands Diepstraat in Lelystad is vannacht rond 1:30 doelwit geweest van een explosie. De voordeur van het huis raakte daardoor beschadigd. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de explosie. Ook is niet bekend of er een verband is met eerdere explosies. Ruim 60 vertegenwoordigers van de teams die meedoen aan onze Dorpskwis op 23 maart in Dronten kwamen vandaag bijeen in de Meerpaal. Ze kregen daar instructies en informatie wat van belang kan zijn op de dag van de quiz. Nou, welkom allemaal en wat een fantastisch grote, leuke, gezellige opkomst. En dat de deelnemers meteen op scherp staan blijkt wel uit het feit dat veel mensen van alles filmen in de zaal. Ieder detail kan namelijk een aanwijzing zijn die kan terugkomen in een vraag tijdens de dorpsquiz. Het is een evenement. Het is niet een quiz waarbij je vragen krijgt en je moet ze meteen beantwoorden. Nee, het is veel groter. Je krijgt vragen, maar je krijgt ook opdrachten. Je moet op pad in de dorpen. Dus het is eigenlijk van alles wat voor jong en oud. Klinkt een beetje als een soort van spoorzoeker. Ja, dat zou er ook zomaar in kunnen zitten. De dorpsquiz werd in 2018 voor het eerst gehouden, met als doel de inwoners van de gemeente Dronten bij elkaar te brengen. Dit jaar doen er 25 teams mee uit Dronten, Swifterbant, Binninghuizen, Ketelhaven en het buitengebied. In totaal zijn dat bijna 500 deelnemers. Ja, het leeft. Het leeft in de dorpen. Daarom zeggen we ook, het is een evenement. Hè? We hebben ook heel veel PR gemaakt, dus ja, mensen moeten het ook wel weten. Niet iedereen weet altijd wat een dorpsquiz is. Hè? En ook hier merkte je, daar zijn nieuwe teams die dat nog niet precies weten. En vandaar deze instructiemiddag, zodat we echt goed uitleg geven van hoe kan je het aanpakken, waar houdt het in. Maar we geven ook al de eerste vraag en opdracht mee, zodat de teams ook al zich kunnen gaan inrichten, gaan kijken waar ze nog hulp bij moeten gaan zoeken. Zijn enthousiaste gekwaak vulde de lucht. Het gerucht van het naderende feest verspreidde zich als een vrolijke golf door het Drontenbos. Dag meneer, voor de hoeveelste keer doet u mee? Dit jaar wordt het de 4e keer. We hebben de eerste keer niet meegedaan en nou ja, vanaf de 2e editie doen we mee. Dus de jubileumeditie wilden we graag meemaken. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Dronten zelf. En is dat een fanatiek team? Ja, bloedfanatiek. Mijn vrouw die is de teamcaptain en die heeft een aantal mensen verzameld die gaan door ruiten en roeien en overlijken. Dat kan ik je wel vertellen, ja. Vorig jaar zijn ze 2e geworden, dus ze hebben een zware drive om dit jaar de team van Tessa van de spelbrekers te verslaan en 1e te worden. Ik ben helemaal nieuw. Ik doe voor de eerste keer mee. Maar u doet al net als alle ervaren mensen, u schrijft alles op. Ja, je weet niet wat er gevraagd wordt, dus ik denk ik noteer het maar. Dan zien we het wel. Waarom leek u het leuk om mee te doen? Nou, ze kwamen wat mensen tekort in het team, dus ik denk... En ze had het alles gevraagd, de meeste nee gezegd, maar ik denk doe mee. Ik kom uit Biddinghuizen. En voor de hoeveelste keer doet u mee? Nee, ik ben een hele nieuwkomer hier. Geen idee waar het allemaal nog over gaat. Ja. Maar ik ben meer een achterban, zeg maar. En wat is uw eerste indruk? Nou, dat het allemaal heel hectisch is en dat je alles moet bekijken. Dus ik ben nog wel een beetje overdonderd, zeg maar. Ja, het is wel opletten geblazen. Dat bedoel ik. De prijsuitreiking is op 13 april in de Meerpaal en wordt gedaan door de burgemeester. Naast de wisselbokaal en een beker zijn er ook geldprijzen te winnen die aan een goed doel worden besteed. De eerste prijs is €550, de tweede prijs €250 en de derde prijs €150. Ja, okay. 24 uur lang bezig met jouw creatieve hobby. Het komt dit weekend bij de creatiemarathon van Kunstbende Flevoland. Jongeren die hebben hier 24 uur lang de tijd om eigenlijk de tijd te nemen voor hun kunst. Dus dat kan theater maken zijn, dat kan fashion zijn, dat kan beeldende kunst zijn, maar het kan ook muziek zijn. En hier in Studio X krijgen ze dan plek om bezig te gaan met hun kunst. Maar verder hebben we ook workshops. Er komt een yoga-instructrice langs, zodat we ook eventjes kunnen bewegen. En we gaan samen eten. Dus het is gewoon een hele leuke dag. In Studio X hebben de jongeren alles wat ze nodig hebben om creatief bezig te zijn. Er zijn studio's, instrumenten, naaimachines en een plek waar je kan kliederen met verf. Nou Jenny, ik kan me voorstellen dat je dan 24 uur creatief moet zijn, maar dat je soms even niet weet wat je moet doen. Wat hebben jullie daarvoor? Nou, mijn stagiaire die heeft daar een hele leuke oplossing voor gemaakt. Dat is de inspiratiebox. En daar heeft ze allemaal opdrachtjes in gedaan. Deze is bijvoorbeeld Laat je inspireren door jouw geschiedenis. Wat ben je precies aan het doen? Ik ben aan het schilderen. Voor de kunstbende voorrondes ben ik aan het voorbereiden. Dus, En wat ben je precies aan het schilderen? Ik zie een vrouw. Ja, klopt. Ik maak een drieluik. Dus dit is mijn eerste opzet van een van die schilderijen. Maar ja, als het zo eindigt, dan zou ik niet tevreden zijn, zeg maar. Maar wat moet er nog anders, vind je? Nou ja, sowieso is het gewoon niet mijn einddoel. Want ik maak niet per se een portret, maar ik wil er heel veel bloemen in verwerken. Dus ik wil eigenlijk hier dat het uit haar hoofd groeit en uit haar mond komt. Hoe vind je het om mee te doen aan de 24-uurs creatiemarathon? Het is tof, want je kan gewoon in de flow komen met andere mensen die ook creatief zijn voor een lange tijd. Meestal zit je een uurtje in de studio of twee en nu is het echt de hele dag en dat is geweldig. I'm feeling the flow, less than 28 hours to go, yeah I'm the goat. Yeah, I'm about to glow, yeah. I ain't got no diamonds, I ain't got no timepiece. But you know that I gotta go get my time like oh yeah shit. Het 24 uur zwoegen door de jongeren is niet voor niks. De dingen die ze maken kunnen ze gebruiken voor de voorronde van de kunstbende. Als ze daar doorheen komen met hun creaties, doen ze uiteindelijk mee aan de landelijke wedstrijd. Eind juni dit jaar in Amsterdam. We organiseren namelijk een wedstrijd in Lelystad in de Kubus op 20 april. En daar kan je podium pakken voor jouw talent. Dat is een wedstrijd voor jongeren van 13 tot 19 in alle kunst- en cultuurdisciplines die je maar kan bedenken. Een mooie uitdaging voor SV Urk op de zaterdagmiddag. Want de ploeg treft op eigen veld RKAV uit Volendam, de koploper van de derde divisie. De Urkers goed op weg zich te handhaven in deze derde divisie. En de ploeg van trainer Peter Wesseling staat op de 12e plaats. Het uitduel tegen de Volendammers eerder in deze competitie werd door Urk met 3-0 redelijk kansloos verloren. Interessant om te zien of de Flevolanders er nu wel in slagen en resultaat te boeken. Lucas Tol in de diepte gestuurd. Maar zijn paasje is net te scherp voor Lucas Schraal. Dan in de 27e minuut de vrije trap voor Volendam. En dan is het Perry Karregat die het laatste tikje geeft. En Urk dus op een 1-0 achterstand. En de thuisploeg moet dan op jacht naar de gelijkmaker. Ieder Nentjes komt hier aan de bal. En die zoekt de 1-2 met Rikot Nentjes. En hij produceert dan een slap rolletje, zou je zeggen. Maar hij vliegt er wel in. Niet hard, maar wel zuiver dus. En Urk binnen 5 minuten weer op gelijke hoogte. 1-1. Dan Volendam weer in de aanval in een uiterst aantrekkelijke eerste helft. Met het paasje diep op Roy Tol, maar onschadelijk gemaakt door Richard Strijker. En zo gaan de ploegen met een 1-1 gelijke stand de rust in. Na de pauze wordt Lucas Tol weer de diepte ingestuurd, op weg naar het vijandelijke doel. En hij is hier heel dichtbij. Een treffer, maar mist net een beetje geluk. De bal spat uiteen op de paal. Jan Ras dan. Opnieuw Lucas Tol. Pieter Brans. Op Lucas Schraal. Opnieuw Brans. En die bedient Jan Ras. En Urk 10 minuten na rust op een 2-1 voorsprong tegen de koploper. Wat een prachtig doelpunt van Jan Ras. En doelman Dion Vlak kansloos. Dan de beelden uit de 67e minuut. De bal achter de Urkse verdediging gelegd. En dan lijkt het sterk op een eigen doelpunt van Lubbert Post. Hij gaf het laatste tikje en Volendam weer op gelijke hoogte. 2-2. Dan zitten we ondertussen in blessuretijd. Als Johannes Schrijver de ingevallen Jarno van Essen wegsteekt. En die rondt dat uitstekend af. En Urk in de slotfase weer op voorsprong. 3-2. Wat een geweldig slot van deze wedstrijd. Maar daar blijft het niet bij. Want daar gaat hij weer. Jarno van Essen. En hij scoort opnieuw. Urk wint in blessuretijd de wedstrijd met 4-2 van koploper Volendam. Dankzij 2 treffers van Jarno van Essen. Ja, dat was wel geweldig. Ik werd diep gestoken door Johannes Schrijver. En dan ga je 1-op-1 met die keeper. En dan gaat er zoveel door je hoofd heen op dat moment. Maar gelukkig heb ik hem onder de keeper door kunnen schuiven. En zat hij. En dan gaat het publiek uit zijn dak. Dat is wel geweldig om te zien en om mee te maken, zeker. Ja, je kwam een kwartier voor tijd op het veld. Het was 2-2. Ja, dan maak je de 3-2. Dat is natuurlijk al geweldig. Maar een minuut later doe je het gewoon nog een keer. Ja, ja, ik stond er zelf ook van te kijken hoor. Maar wederom weer zo'n lange weg naar de goal toe. En ja, gewoon cool gebleven en afgemaakt. Ja, dat is geweldig.